Goedenavond, luisteraars. Dit is Pastorie Online, de vragenrubriek van de reformatorische jongerensite RevoWeb. Mijn naam is Gert Jansen. Vanavond is bij ons te gast dominee Korving, christelijk gereformeerd predikant van de Maranatha-kerk op Urk. Dominee, hartelijk welkom. U bent al 20 jaar verbonden aan de vragenrubriek en heeft inmiddels 169 vragen beantwoord. Wat is eigenlijk de reden dat u meewerkt aan RevoWeb? Oh ja, de reden is heel simpel dat ik ervoor gevraagd ben. Natuurlijk. Maar ik vond het ook een heel mooi verzoek. Omdat je natuurlijk op deze manier heel veel jongeren kunt bereiken die met vragen zitten. En dat is mooi om daar dienstbaar voor te kunnen zijn. Ja, wat heeft u met jongeren? Wat heeft u met jongeren? Ja, ik zie ze als de opgroeiende lammeren van de kudde, waar de herder je een taak voor gegeven heeft. Dus het is heel mooi om te investeren in jongeren. Ja, die hebben vragen, die staan open, willen gevormd worden. Dus dat is een prachtige groep mensen eigenlijk. Hebben ze andere vragen dan ouderen? Ja, die hebben wel andere vragen dan ouderen. Tenminste, ja, dat kan natuurlijk wel wat verschillen. Soms zie je bij ouderen ook wel weer dezelfde vragen terugkomen. Aangaande de toe-eigening van het heil. En dan denk je, jammer dat men eigenlijk na zoveel jaren onderricht uit de schrift daar voor zichzelf nog niet heel veel duidelijkheid in gekregen heeft. En daarom is het juist zo belangrijk om als je jong bent ook met die vragen bezig te zijn. En het licht van de schriften, van de gereformeerde belijdenis daarover te laten schijnen. Ja, helder. Ziet u in die 20 jaar dat u meewerkt aan RevoWeb een verandering in mentaliteit of verschil in vragen? Nou, eerlijk gezegd niet echt. Niet echt een groot verschil. Want het gaat wel steeds over geloofsvragen, vragen over de toe-eigening van het heil, vragen over de zekerheid van het geloof. Ook vragen over de christelijke levenswandel, hè, de praktijk, de keuzes die je moet maken. Heiligmaking. De heiligmaking, ja. En ook vragen die gaan over relaties, soms de relaties met ouders, soms vriendschappen. En dat type vragen waar, ja, die natuurlijk vooral in het leven van jongeren van belang zijn, een rol spelen. Hm. U hebt verschillende boeken geschreven, waaronder in 2018 het boekje Taal en Teken over de verbondstekens als doop en avondmaal. Vanavond gaat het over verbond en doop. En in een latere uitzending hopen we nog een keer met u te spreken over verbond en avondmaal. Wat was nou de aanleiding voor het schrijven van dit boek en welke doelgroep hebt u hiermee op het oog? De aanleiding voor het schrijven van dit boek is ook wel de pastorale praktijk in de gemeente. Dat je door middel van catechese ook bezig bent, of laat ik zeggen, zoekt naar manieren en middelen om jongeren op een heldere manier een goed stukje informatie te kunnen geven over wat het verbond van de Here betekent in hun leven. Dus in eerste instantie had ik als doelgroep die opgroeiende jongeren voor ogen die je wil helpen op weg naar belijdenis afleggen in de kerk en daarna. Dus het was eigenlijk bedoeld als een boekje wat dienstbaar zou kunnen zijn op weg naar belijdenis doen of als men belijdenis gedaan heeft om nog eens een stukje bezinning te kunnen doen op die vragen rond verbond en doop. En voor jonge ouders die hun kindje laten dopen. Dus het is altijd weer nodig om toerusting te blijven geven. En in eerste instantie dus eigenlijk voor mijn eigen gemeente. Maar daarnaast voor wie het maar lezen wil. Ja, ik heb begrepen dat het boek inmiddels is uitverkocht. Is dat zo? Ja, ik zag het op internet. Dus. Oh, dat wist ik niet, maar dat is een goed teken. Ja. Ja. Tijd voor een herdruk. Nou, dat moet de uitgever natuurlijk aangeven. Maar wat mij betreft prima. En hoeveel verbonden zijn er eigenlijk? Want daar is nogal wat verwarring over. Daar wordt in onze gezin ook nogal verschillend over gedacht en gesproken. En kunt u ook iets zeggen over die verschillen en wat dat voor gevolgen heeft voor de prediking? Ja, nou laat ik dan beginnen met de dingen waar vermoedelijk weinig verschil van mening over is. En dat is
Het verbond wat het minst wordt genoemd is het Natuurverbond met Noach. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar als je er goed over nadenkt, dan schept het Natuurverbond als het ware een soort kader waarbinnen het genadeverbond kan functioneren. Als de trouw van God niet zichtbaar werd, ook in ons dagelijks leven, en dat hij de aarde leefbaar maakt voor mensen die hij zalig wil maken, ja, dan zou er dus eigenlijk ook geen plek zijn voor het genadeverbond. Dus het Natuurverbond heeft op die manier ook echt wel een wezenlijke functie. Het andere verbond, waar denk ik weinig verschil van mening over is, is wat het werkverbond wordt genoemd. Hoewel die uitdrukking op die manier niet in onze belijdenisgeschriften voorkomt. Er wordt wel gesproken over het gebod des levens, het gebod ten leven. Maar persoonlijk gebruik ik ook toch die term wel, werkverbond, omdat in feite de ingrediënten van een verbond ook aanwezig zijn in de relatie die God aangaat met Adam en Eva als eerste mensen. Dat ze ook een belofte krijgen, een opdracht van de Heere. En er is een band tussen de Heere en de mens. Dus die band is een verbond. De Heere belooft van zijn kant dat hij die mens wil zegenen. Dat die mens zijn eigendom mag zijn. En aan de kant van de mens ligt daar de verplichting om deze God van harte lief te hebben en te dienen. En als onderkoning in zijn schepping te werken. Dus bedoel, dat zijn eigenlijk componenten die horen bij een verbond. Dus ik heb zelf geen bezwaar tegen die uitdrukking, tegen die term, om dat een werkverbond te noemen. En dan zie je ook een verband tussen werkverbond en genadeverbond. Want je zou kunnen zeggen dat de oprichting van het genadeverbond Gods antwoord is op het verbreken van het werkverbond. Nu de mens niet meer door werken zalig kan worden, want dat was eigenlijk de structuur. Doe dit en gij zult leven. Dus langs de weg van de gehoorzaamheid zou de mens ook komen tot dat eeuwige leven met God en bij God. Maar nu het werkverbond verbroken is, zou God met eerbied gesproken twee dingen kunnen doen. Hij zou helemaal kunnen stoppen. Dan was het hele plan in feite mislukt. Maar ja, dat past niet bij God. Dat zijn plannen zouden mislukken. Want dan zou hij zelf eigenlijk falen. Dus dat kon de mens niet bedenken. En de Satan wist het ook niet, dat God een plan had klaar liggen dat voorziet in de situatie die zich nu met de daad heeft voorgedaan. Dat de mens ongehoorzaam is geworden, verleid door de Satan weliswaar, maar niettemin, zoals de catechismus zo duidelijk zegt, dat is eigenlijk heel diep, hè? Moedwillige ongehoorzaamheid. Dat is, er is niets erger dan moedwillige ongehoorzaamheid. En Gods antwoord daarop is nu dat hij die mens opzoekt in zijn ellende en hem een belofte geeft van een zaligmaker. Genesis 3, vers 15. Dat is eigenlijk het genadeverbond in de kern. Ja. En dan zie je eigenlijk in de hele Bijbel een soort ontwikkeling, een heilshistorische ontwikkeling. Datgene wat in het paradijs in de kern is aangekondigd, nu steeds duidelijkere vormen krijgt. In een verbond met Abraham, later de verbondsluiting bij de Sinaï. Dat zijn eigenlijk allemaal, ik kan niet zeggen variaties op hetzelfde thema, maar wel uitwerking en verdieping en bevestiging en bekrachtiging van datzelfde genadeverbond wat in feite in het paradijs al is geopenbaard. En dan begrijpen we ook meteen dat Christus daar de spil in is. Genesis 3 vers 15, daar gaat het over de komende verlosser. Er kan geen sprake zijn van genade die God aan de mens wil schenken, buiten de verlosser om. En nu de mens niet meer door werken zalig kan worden, kan hij door genade zalig worden. Door het werk van iemand anders. Door het werk van de middelaar. Door het werk van Christus. Dus dat staat zo centraal in het genadeverbond. Dan hebben we drie verbonden. Dan hebben we drie verbonden, ja, maar waar de meningen dan wat over verschillen, laat ik er meteen bij zeggen, we moeten dat niet
overdrijven. Je kunt dat ook op de spits drijven natuurlijk en er enorme tegenstellingen van maken. Terwijl dat mijns inziens niet nodig is. Maar waar dan verschil over is, dat gaat over de vraag in hoeverre de uitverkiezing een dominerende rol heeft in het genadeverbond. Want dat brengt me dan bij het volgende verbond, wat wel wordt onderscheiden in de gereformeerde geloofsleer. En dat wordt het verbond der verlossing genoemd, of ook wel de raad des vredes. En dat ziet op zeg maar een bijzondere afspraak binnen de Triniteit, binnen de drie goddelijke personen, over het werk van de verlossing van de uitverkorenen en het herstel van het koninkrijk. Dus dat wordt ook een verbond genoemd, de afspraak tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, waarbij de Vader vraagt: wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? En de Zoon antwoordt: zie, hier ben ik. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Dus de Zoon in de drie eenheid neemt de Zoon de taak op zich om al dat werk te gaan volbrengen wat nodig is om verlossing voor de uitverkorenen tot stand te brengen. Dat is een buitengewoon diepe gedachte. Hè? Ja. Dat er in de drie eenheid, binnen de Triniteit, zo'n heilig overleg is. Hè? Maar ja, de Bijbel spreekt daarover. Beter gezegd, de Heer Jezus spreekt er zelf over, als hij met name in het evangelie naar Johannes zo dikwijls verwijst naar de opdracht die hij van zijn Vader gekregen heeft. En ja, wat hij ook kan zeggen in het hoge priestelijk gebed en tot op Golgotha: Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wanneer heeft God hem dat gegeven? Ja, dat was in de stilte der eeuwigheid. Dus dat wordt wel genoemd het verbond der verlossing. En dan, ja, dan nu de vraag, hoe zit dat dan met de uitverkiezing in relatie tot de belofte van het evangelie? Want persoonlijk zie ik inhoudelijk geen verschil tussen de belofte van het genadeverbond en de belofte van het evangelie. Dat gaat toch allebei over de belofte dat er vergeving is voor je zonde dankzij het bloed van Christus. Voor een ieder die gelooft en zich bekeert. Uiteindelijk zullen alleen de uitverkorenen zalig worden. Daar zijn we het ook over eens. Maar is het dan ook zo dat de belofte van het genadeverbond ten diepste alleen geldt voor de uitverkorenen? En moet ik zondags op de preekstoel eigenlijk de gemeente zo aanspreken van: ja, gemeente, er is wel een heerlijke belofte, maar die wordt vervuld in de uitverkorenen. Ik zeg het nu een beetje gechargeerd, maar om even duidelijk te maken waar het dan op vastzit. Dan komt er toch veel aandacht voor de kenmerken van de uitverkiezing die wij bij onszelf moeten waarnemen om tot een overtuiging te kunnen komen of die belofte wel voor ons is. Ja. En dan sneeuwt het evangelie onder. Nou, dat gevaar is dan heel groot aanwezig. Hoeft niet, maar het gebeurt wel, vrees ik. Hè? Dus hier moet je wel heel voorzichtig te werk gaan. En het is wel belangrijk om toch het evangelie zonder belemmeringen te kunnen verkondigen. Dus dat kan toch niet de bedoeling zijn dat het evangelie ingeperkt wordt. Het is wel een smalle weg, maar wij moeten het niet nog smaller maken dan dat het bijbels gezien al is. Kijk, je kunt natuurlijk wel begrijpen dat dat hier aandacht voor gevraagd wordt. Er zit ook een punt van gelijk in. Maar je kunt het ook zo uitvergroten dat al het andere eigenlijk daaraan ondergeschikt gemaakt wordt. En dat is denk ik een beetje wat er gebeurt, ja, naar mijn bescheiden mening. Hoe eenzijdig of misschien wel tweezijdig zijn Gods verbonden? U had het er net al over, er zijn altijd twee partijen bij betrokken. Ja, vroeger zei men wel eenzijdig in zijn oprichting en tweezijdig in zijn uitrichting. Het is misschien niet helemaal een heldere uitdrukking, maar
De bedoeling is wel duidelijk. Het gaat eenzijdig van God uit. Normaal gesproken, als wij mensen met elkaar een contract afsluiten of een verbond, dat woord verbond gebruiken we dan misschien in het gewone spraakgebruik niet zoveel, maar nou, al is het maar een zakelijke overeenkomst, hè, dan stel je een akte op en dan zijn er twee partijen die het allebei eens zijn over wat ze samen willen bereiken. En dan, dus dan is het eigenlijk van meet af aan tweezijdig. Maar bij God is het anders. God komt eenzijdig naar ons toe. Als hij ons niet gezocht had, was er van geen verbond sprake geweest. Ik bedoel, het begint niet bij ons in dat wij God zo dringend zoeken en zo. Dat is helemaal niet zo. Integendeel, er is niemand die God zoekt. Maar het grote wonder is dat God ons wel zoekt. En dat hij dus van zijn kant naar ons toe komt en alles geeft wat wij missen. En alles tot stand brengt wat wij nooit meer tot stand zouden kunnen brengen. Krachtens onze val en ongehoorzaamheid. En dat is zo bevrijdend als je dat gaat zien. Dus God komt eenzijdig naar ons toe, maar vervolgens betrekt hij ons er wel bij. En dan wordt het tweezijdig. Dus de mens heeft ook een verantwoordelijkheid, een roeping. En we worden geroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid om deze God lief te hebben en te dienen. Ja. Want tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook die tweeërlei kinderen van het verbond. Ja. En er is een verbondsbelofte en er is een verbondswraak. Ja, zeker. Ja. Maar wat is nou die meerwaarde van het hebben van een verbondsvisie? Is dat nodig om zalig te worden? Nou, een verbondsvisie is niet nodig om zalig te worden. Maar het verbond wel. Kijk, uiteindelijk wordt iedereen zalig omdat God hem in zijn verbond opneemt. En zijn verbondsbelofte gaat vervullen in het leven van zo'n zondaar. Dus dat is wel noodzakelijk. Maar iemand kan natuurlijk of een heel gebrekkige visie hebben of helemaal geen visie. Of niet in staat zijn om een visie te hebben en toch een kind van God zijn. Gelukkig wel. Welke belofte heeft dan een gedoopt kind boven dat van een ongedoopt kind? Ja, dat is nog niet zo'n hele eenvoudige vraag. Want dan moet je denk ik ietsje meer specificeren. Een gedoopt kind of een ongedoopt kind, het maakt verschil wat de achtergrond is van het feit dat dat kind ongedoopt is gebleven. Hebben we het over een ongedoopt kind uit een onchristelijk gezin? Of hebben we het over een ongedoopt kind uit christelijke ouders die de kinderdoop afwijzen? Dat is al een hele andere achtergrond. Een ongedoopt kind uit een onchristelijk gezin, daar is niet alle hoop voor verloren. Hoewel ze, net als wij natuurlijk, en laat ik dat zo zeggen, van nature zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. Maar God is zo groot dat hij ook de meest ver afgedwaalde en verstokte zondaar terug weet te halen. Maar dan moet zo'n ongedoopt kind uit een onchristelijk gezin wel op de een of andere manier in zijn jonge leven of in zijn latere leven in aanraking komen met het evangelie en gebracht worden tot een nieuw inzicht, wat de Bijbel geloof en bekering noemt. Een gedoopt kind wat in een christelijke gezin opgroeit, heeft op die manier wel een pre, omdat er al van jongs af aan heel veel arbeid aan zijn ziel wordt gedaan. Om te beginnen door die ouders die, als ze althans niet hebben staan huichelen bij de doopvond, op zich hebben genomen om dat kind ook echt op te voeden tot eer van de Schepper. En in de lijn van het genadeverbond. Dus dan wordt er al heel wat werk aan je besteed van jongs af aan. Dus dat is het voorrecht. En nu kun je natuurlijk zeggen, dat heeft ook een kind uit een christelijk gezin waar de kinderdoop wordt afgewezen. Maar ja, daar liggen toch de accenten wel zo anders. Daar zullen ouders veel meer zo'n kind opvoeden met de gedachte van, jij moet wel zelf ook een keer je geloofskeus maken enzovoort.
Wat op zich natuurlijk ook wel waar is. Maar dan is er toch nog wel weer, naar mijn mening, een pluspunt als je als kind mag weten dat God al naar jou heeft gevraagd voordat wij naar hem gingen vragen. Dat vind ik persoonlijk de grote waarde van de kinderdoop. De prioriteit van de genade. God was mij al voor. Hè? Voordat ik mij bewust werd, zelfs dat ik bestond, had God mijn naam al genoemd. Dat vind ik geweldig. Ja, ja, er wordt wel eens gezegd van, in de doop ligt de belofte dat God zegt, ik wil je vader zijn. Maar er wordt ook wel eens gezegd, in de doop ligt de belofte dat God je vader is. Wat is nu waar? Allebei. Maar de nadruk ligt op het laatste. God zegt niet, ik wil je vader zijn, maar ik zal uw God zijn en de God van uw zaad na u. Ja. Dus het is veel sterker. Ja. Maar het probleem zit niet aan Gods kant, alsof God nog een slag om de arm houdt. Maar het probleem zit aan onze kant, dat wij het niet zomaar geloven. Ja. Maar mag je als gelovige ouder pleiten op dat verbond als je kind gedoopt is en het kind gelooft niet? Mag ik daarop pleiten? Ja, zeker mag je daarop pleiten, want de Heer heeft niet voor niets die belofte meegegeven. Hè? Hij wil zelfs dat we daar ook werkzaam mee zijn. Hè? Denk aan Psalm 81, opent uw mond en eis van mij vrijmoedig. Daar worden we toe aangemoedigd, hè? Door de Heer zelf. Dus het is ook nalatigheid als we dat niet doen. Maar dan maakt het wel weer verschil hoe. Hè? Het moet natuurlijk geen rekensommetje worden. Dat pleit op het verbond, dat wordt ook wel eens een beetje ingevuld. Of sommigen verdenken mensen ervan die uitdrukking gebruiken, dat het allemaal een beetje een automatisme wordt. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik zeg heel vaak op de preekstoel ook, als het geen wonder voor je is geworden, heb je het sowieso niet begrepen. Dus het moet een wonder voor ons worden. Hè? En ouders die mogen wel die God van de doop aanlopen als een waterstroom en zeggen, Heer, u hebt toch ook beloofd dat u zelf dat geloof, dat nieuwe hart wil werken. Ja, want daar gaat het om. Een van die eerste vragen die zijn binnengekomen is, hoe kan een pasgeboren kind zonder wedergeboorte deel hebben aan een verbond met God? Ja, dat is een belangrijke vraag. Eigenlijk is de vraag naar de verhouding tussen verbond en wedergeboorte. Dat verband wordt in de Bijbel zelf gelegd als Paulus ook erg spreekt over het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En met dat bad wordt wel verwezen naar de doop. Dus hoe zit dat dan? Is het zo dat als je gedoopt wordt met het doopwater als zodanig de wedergeboorte wordt ingegoten, zou je kunnen zeggen? Nee, dat natuurlijk niet. Wij gaan ook niet uit van een veronderstelde wedergeboorte, alsof dat sowieso al aanwezig was en alsof op grond van die wedergeboorte de doop kan worden bediend. Dat is ook de omkering van de orde. Wij worden niet gedoopt omdat we wedergeboren zijn, of dat we veronderstellen dat we wedergeboren zijn, maar we worden gedoopt opdat we wedergeboren zouden worden. Dus er is een verband, maar er is geen direct verband. Je kunt ook niet zeggen, zoals eigenlijk de vraagsteller een beetje suggereert, dat de wedergeboorte een voorwaarde zou zijn waaraan je moet voldoen voordat de doop bediend zou kunnen worden. Nou, dat is niet de bedoeling. God stelt gelukkig helemaal geen voorwaarden, anders zou niemand gedoopt kunnen worden. Dat is juist het mooie, dat het onvoorwaardelijk is aan Gods kant. Als er voorwaarden zijn van het verbond, en is de Heer zo goed dat hij zelf al die voorwaarden heeft vervuld, zodat wij uit vrije genade zalig kunnen worden. Maar die wedergeboorte is natuurlijk wel nodig, namelijk dat je een nieuw hart krijgt en daarmee ook een nieuw inzicht, een hele nieuwe kijk op het leven en op alles eigenlijk. Ja, allereerst op God, hè, dat je sowieso een besef krijgt van wie God is in zijn heiligheid, in zijn majesteit, in zijn rechtvaardigheid, maar ook in
zijn opzoekende zondaarsliefde in Christus. En daar is die doop een zichtbaar teken en zegel van, wat de Heere zelf heeft ingesteld. Hij heeft het voor ons nodig geacht en goed geacht. En daar kun je niet dankbaar genoeg voor zijn, dat de Heere zo diep naar ons afdaalt en ons, ja, terwijl wij een onzichtbare God dienen, ons toch iets concreets in handen geeft, als ik het zo mag zeggen. Het is wel echt ook een teken en zegel wat van God komt om ons in onze zwakheid te hulp te komen en te overtuigen van zijn genade die hij zelfs aan mij wil bewijzen. Dus, nou, en waar dat voor ons gaat leven, en dat is de Heilige Geest die dat bewerkt, die hebben we dus ook nodig, omdat wij van nature die geest niet hebben. Dat is onze ellende, dat we van die geestloze mensen zijn geworden, hè, door de zonde. Maar naar zulke soort mensen gaat God op zoek, en dan belooft hij ook die geest. Dus datgene wat wij voor de wedergeboorte nodig hebben, dat hoef je echt niet in jezelf te gaan zoeken, want dat vind je niet. Maar het is de Heilige Geest die dat bewerkt. En dat is nu precies wat God ook belooft, dat hij met zijn geest in ons hart wil werken. Dus ja, dan blijft er maar één toevlucht voor ons over, als wij een klein beetje beginnen te beseffen wat er van ons is geworden door onze dwaasheid en de zondeval, dat is terug naar God. Hè? Hem aanklampen, de God van je doop. En zeggen, hoe onwaardig ik ook ben, maar Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Pleiten op de belofte. Dat is pleiten op de belofte, ja. Ja, helder. Maar geloof en doop, die horen toch bij elkaar? Ja, op dezelfde manier als doop en wedergeboorte. Die horen bij elkaar. Natuurlijk alleen door het geloof kun je delen in het beloofde heil. Maar aangezien dat geloof ons niet van nature eigen is, moet het geschonken worden. Het is niet zo dat het geloof ontstaat doordat wij een knopje omzetten of zelf een soort wilsbesluit nemen. Nee, geloof is een gave van God. En ik zeg wel eens tegen mijn catechisant, het is net als verliefd worden. Ik bedoel, dat gebeurt of het gebeurt niet. Maar als het gebeurt, dan weet je het. Ja, dan krijg je een heel andere kijk op iemand. Hè? Kan iedereen dat geloof ontvangen? Ja, waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? Ja, iedereen kan het geloof ontvangen. Zeker. Wie wil die komen? Ja, dat staat ook in de Bijbel. Hè? Maar ik bedoel, het is niet zo dat er van God uitgezien, met eerbied gesproken, bepaalde mensen zijn die sowieso op de een of andere manier niet in staat zouden zijn om door Gods genade vernieuwd te worden. Hè? Wat dat betreft zijn er geen grenzen aan zijn macht, gelukkig. Hij kan de meest hardnekkige zondaar op de knieën krijgen. Ja. En dat doet hij ook. En dat doet hij ook. En dan gaan we naar de tweede vraag die bij ons binnen is gekomen, dominee. Worden wij nu door de doop ingelijfd in Christus of pas als we voor het eerst mogen geloven? Dan blijft het dus altijd onzeker voor mij, want dan moet ik zeker weten dat ik een waar geloof heb. En daar kan ik zo over twijfelen, omdat ik zoveel hoor wat er dan allemaal moet zijn. En dan twijfel ik of ik dat allemaal wel kan zeggen, of dat ik dat allemaal zo ken. Ja, het is een hele belangrijke vraag. Een vraag waar vele jongeren mee zitten, en niet alleen jongeren, denk ik. En dat raakt natuurlijk wel, ja, de kern, hè, van heb ik wel een waar zaligmakend geloof? Maar om even op de vraag in te zoomen zoals die gesteld is. Worden wij door de doop ingelijfd in Christus of pas als we voor het eerst mogen geloven? Nou, het Bijbelse antwoord is dat wij door het geloof Christus worden ingelijfd, niet door de doop. De doop is natuurlijk belangrijk en een prachtig teken en zegel wat de Heer ons heeft gegeven. Maar de doop als zodanig maakt ons niet zalig. De doop lijft ons niet in Christus. Er wordt wel ergens in onze belijdenis ook gesproken, in de catechismus, over de inlijving in de christelijke gemeente.
En dat is niet één op één hetzelfde. Dus het is door een waar geloof dat wij Christus worden ingelijfd. Daar zegt de catechismus in zondag 7 ook iets heel moois over, iets heel belangrijks, niet waar? Die Bijbelse definitie, zoals de catechismus die geeft, ja, die zou je allemaal moeten inlijsten en boven je bed hangen, om daar elke dag nog eens even goed naar te kijken. Ik ga hem even met jullie lezen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. En in zondag 7 was al eerder de vraag gesteld of alle mensen zalig worden, zoals ze allemaal in Adam verdoemd zijn. En is het antwoord nee, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en als hun weldaden aannemen. Dat vind ik ook zo'n prachtige formulering. Daar ben ik trouwens wel heel dikwijls verbaasd over geweest, dat die jonge mannen die de catechismus hebben opgesteld in 1563, en die kwamen net uit de Romeinse kerk, en die hebben zo'n helder inzicht ontvangen en zo'n mooi Bijbels evenwicht gezien in de dingen zoals ze dat nu hebben opgeschreven. Dat heb je ook in dit antwoord. Degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd, dus dat is passief. Wij worden ingelijfd. Ik denk hier aan Johannes 15, de wijnstok, de ranken, de landman. Daar ligt een dorre dode rank waar niks van te verwachten is. De landman neemt hem ter hand. Hij ent hem in de wijnstok. Wij worden ingelijfd in Christus. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het geloof functioneren. Dan gaan we al zijn weldaden aannemen. Dat is alles uit die wijnstok ontvangen. Dus door die inlijving in Christus begint het sap van de wijnstok te stromen naar de ranken. En dan zie je ze tot leven komen, tot groei en bloei en vrucht dragen. Dus dat is, ja, dat hoort zo bij elkaar. Dat ingelijfd worden in en dan ook dat het geloof zo gaat functioneren, dat je zijn weldaden aanneemt. Dus het geloof is ook op Christus gericht. Hè, dat je het ook echt van zijn verdiensten moet hebben, van genade, van vergeving van je zonde. Dat moet wel centraal staan en blijven staan. Hè, ook in de geestelijke beleving. Ik vraag mij eerlijk gezegd wel eens af of wij niet een beetje weg dreigen te groeien van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Het gaat veel over Gods nabijheid en over een warme deken en over alles wat allemaal zo fijn is. En dat heeft zeker ook zijn plek, begrijp me goed. Maar het gaat wel om de weldaden van Christus, dat we die kennen en aannemen. En dan zul je ook beseffen waarom je ze nodig hebt. Hè? Dat het tegen de achtergrond is van onze zonde en ellende en ook wat ons na ontvangen genade helaas nog overblijft van die oude mensen. Daar blijf je voortdurend door aangewezen op Christus, op die wijnstok. Dus die verbinding van de rank met de wijnstok, die moet ook voortdurend bewaakt worden. Hè? Ja. En als die verbinding er is, is dan ook alle twijfel weg? Is dan alle twijfel weg. Als het geloof gelooft, dan is er geen twijfel. Maar de gelovige, die kan regelmatig besprongen worden door twijfel of door verzoekingen of verachteren in de genade of verkeerde wegen inslaan enzovoort. Dus dat is helaas ook iets van de gebrokenheid en de onvolkomenheid van ons leven, zolang als we in deze ellendige wereld zijn en zolang als we in dit vlees zijn. Dan blijft er die strijd tussen vlees en geest. Maar als het geloof gelooft, dan kan ik God niet meer verdenken. Ja. Ja, je ziet hier bij deze vraagsteller bijvoorbeeld dat er heel veel twijfel is.
Ja. En ze zegt ook, of hij, omdat ik zoveel hoor wat er dan moet zijn. Ja. En die vruchten ziet hij of zij niet bij zichzelf, blijkbaar. Wat er dan moet zijn. Ja, dat klinkt wel een beetje voorwaardelijk. Ik weet natuurlijk niet precies hoe de vraagsteller dat bedoelt. Maar er zijn Bijbelse kenmerken. Ik neem aan dat daarop wordt gedoeld. En kenmerken zijn nog iets anders dan voorwaarden. Dus het maakt ook wel verschil hoe dat nu precies wordt gebracht. He, wordt dat gebracht op een manier dat je wordt aangemoedigd om je heil bij de Heere te zoeken? En is er ook ruimte voor de kleine in de genade? Ik zeg tegen mijn catechisanten heel vaak, ook de eikenbomen der gerechtigheid zijn als kleine sprietjes begonnen. Hmm. Niet waar? Ik bedoel, hebben we daar ook oog voor. En die vruchtjes aan de rank van aan de wijnstok, die beginnen ook piepklein. Dus als het zo zou worden voorgesteld dat je allerlei grote dingen moet kennen en hebben doorgemaakt voordat het echt kan zijn, ja, dan kan ik begrijpen dat je... Dat je gaat twijfelen. Dat je gaat twijfelen of dat je mismoedig wordt. Hè? Maar ja, kijk, die Bijbelse kenmerken, die zijn juist bedoeld om de kleine en de zwakke aan te moedigen. Hè? Om klein te denken van jezelf en groot van God. Ja, ja, ja. En vasthouden aan zijn belofte. En vasthouden aan zijn belofte, ja. Ja, ja, ja. De vraagsteller die brengt naar voren dat hij of zij twijfelt over de echtheid en oprechtheid van het geloof. Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen, maar de Heere wel. En daarom wil ik zeggen, vraag aan de Heere of hij het je wil leren. Hem kennen en vertrouwen, zoals zondag 7 dat ook zo dicht bij elkaar houdt. Hem kennen en hem vertrouwen. En dat sluit ware zelfkennis en ootmoed in. De eerste vraag is niet of je zondekennis wel diep genoeg is en je geloof wel sterk genoeg, maar of het echt is. En dat kan zo klein zijn als een mosterdzaadje. Dat is een Bijbels beeld, toch? Maar als het echt is, dan leeft het. Dus begin maar waar de Bijbel ook begint. Wij hebben niets verdiend en alles verzondigd. En toch heeft God naar zulk soort mensen zijn handen uitgestrekt. In de doop. En door de prediking van het evangelie, in de belofte van het verbond, om Christus wil. Wie had dat durven denken? We gaan naar de slotvraag, dominee. Okay, en dat is de derde vraag die bij ons is binnengekomen. Over het algemeen wordt in de gereformeerde gezindte gezegd dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar waarom werden in het Oude Testament alleen de jongetjes besneden en worden nu zowel jongens als meisjes gedoopt? Ik snap dat meisjes praktisch gezien niet besneden kunnen worden en wel gedoopt, maar ik neem aan dat zo'n praktische reden toch zeker niet leidend is in zo'n heilige zaak als de doop. En hoe zat het met de meisjes in het Oude Testament? Kregen zij helemaal geen zegel van God? Nou, een boeiende vraag eigenlijk wel. Ja, dat is inderdaad wel een boeiende vraag. En het antwoord is dat ik het antwoord niet weet. Dan zijn we zo klaar. Ja, dan zijn we snel klaar. Maar voor zover ik weet wordt er in de Bijbel helemaal geen verklaring voor gegeven. Of een verantwoording gegeven waarom het verbondsteken de besnijdenis alleen aan de jongetjes werd gegeven. Dat was aan hen opgedragen, zegt Genesis 17. Maar ik denk wel dat we één ding niet moeten vergeten. En dat is dat de manier van denken en leven in de tijd van de Bijbel echt anders was dan voor ons nu als 21ste eeuwse westerlingen die ook allemaal door de verlichting heen gegaan zijn. En het individualisme staat hoog in het vaandel geschreven. Daar word je ziek van dat individualisme. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf en is op zichzelf gericht. Maar in de Bijbel kende men veel sterker het leven in een gemeenschap. Het deel uitmaken van een clan, van een familie, van een gezin. Je hoorde bij een groep. En dus dat sowieso is dan al een hele andere benadering dan dat je uitgaat van het individuele, van als de een wel en moet dan de ander ook niet. En is dat dan niet een soort onrecht? Dus die gelijkberechtiging waar wij vandaag zo ontzettend druk mee zijn,
Die bestaat helemaal niet in de Bijbel. Dus ik denk dat dat een deel van het antwoord is. En dat in het Bijbelse denken eenvoudigweg de vrouw in de man begrepen is. Dus dat de meisjes niet werden besneden, betekent niet dat ze niet bij het verbond gerekend werden. Hè? Zeker wel. Dat blijkt op allerlei manieren in het Oude Testament. Dat de Heer de meisjes en de vrouwen niet buitensluit of ten achter stelt. De jongens en de mannen waren meer de vertegenwoordigers van de hele groep, zou je kunnen zeggen. Je ziet duidelijk dat de Heer ook respect heeft, als ik het zo mag zeggen, voor vrouwen en voor meisjes. Dat ook zij hun plaats te midden van het verbondsvolk mochten innemen. Denk aan één Bijbels voorbeeld, Sarai, die door God hoog wordt geëerd. Niet alleen Abraham is de vader der gelovigen, maar Sarai aan zijn zijde heeft minstens ook zo'n belangrijke plaats als stammoeder van Israël en zelfs als moeder van de komende Messias. Er staat dat uit haar volken, zelfs koningen der volken, uit haar zullen voortkomen. Kortom, in de realisering van het verbond is er zeker ook plaats voor de vrouwen en de meisjes. Ondanks het feit dat ze dan niet dat uiterlijke teken van het verbond hebben ontvangen, maar ze hoorden er wel bij. En als we dan doorgaan naar het Nieuwe Testament, en waarom dan daar dan de meisjes wel gedoopt mochten worden, terwijl ze in het Oude Testament niet besneden werden. Ja, ook hier geldt weer van dat, voor zover ik weet, daar in de Bijbel geen verantwoording van wordt afgelegd of dat uitgelegd wordt waarom het zo is gegaan. Maar ook hier kun je weer zeggen dat die nieuwtestamentische dooppraktijk op een heel natuurlijke manier aansloot bij reeds bekende vormen van rituele wassingen in het Oude Testament, onder het Joodse volk moet ik zeggen. Dat ook vrouwen rituele reiniging moesten ondergaan bij bepaalde gelegenheden. Daar is de doop op een bepaalde manier wel mee verwant, zou je kunnen zeggen. En nog duidelijker is, denk ik, de link met de zogenaamde proselietendoop. Dat was een doop die werd toegediend aan mensen die vanuit een niet-Joodse achtergrond wilden toetreden tot de Joodse godsdienst. Ook meisjes? Ook meisjes, jazeker. Dan is een soort initiatierite, zou je dat kunnen noemen. Een soort inlijving in het verbond, om het ook even plechtig te zeggen. Daar hoorde dus een doophandeling bij. En er zijn getuigenissen bewaard gebleven dat mannen en vrouwen en jongens en meisjes en hele gezinnen, ook kinderen trouwens, die proselietendoop hebben ondergaan. Hè? En de Bijbelse doop, te beginnen met de doop van Johannes, maar later ook de christelijke doop, zoals door de Heer Jezus zelf ingesteld, heeft wel een zekere verwantschap met die proselietendoop. Dus dat was de tijd waarin men leefde en dat waren de vormen die men kende. Dus de doop in het Nieuwe Testament sluit op een heel natuurlijke manier daarbij aan dat ook meisjes en vrouwen dit teken en zegel mochten ontvangen. En hoe ging dat dan? Stonden ze dan in het water of werden ze ondergedompeld of besprenkeld? Bij zo'n proselietendoop? Ja. Een proselietendoop was, voor zover ik weet, een vorm van onderdompeling. Of in elk geval een handeling. Dat is wel even belangrijk, denk ik, om te noemen. Die de persoon zelf, zeg maar, onderging. Hij was zelf de handelende persoon. Dus hij doopte zichzelf, zou je kunnen zeggen. Okay. En dat is natuurlijk wel even een heel groot verschil met de doop van Johannes en zoals de christelijke doop wordt bediend. Dus is er iemand die aan jou dit teken meegeeft. Dus de proselietendoop staat eigenlijk dichter bij een vorm van rituele reiniging. Het gebruik van de mikwa, mm-hmm. Het reinigingsbad wat de Joden nu nog steeds kennen. Maar hoe de doophandeling precies plaatsvond, is ook een interessante vraag eigenlijk. Mm-hmm.
En waar natuurlijk een wereld van verschil is tussen baptisten en niet-baptisten, dat het per se door onderdompeling zou moeten. Nou, ik zou zeggen, wijs me dat nou eens aan in de Bijbel, waar echt de manier van dopen duidelijk wordt beschreven. De Heer Jezus zou opkomen uit het water toen hij doopte. Ja, maar er staat er dat hij onder werd gedompeld? Nee. Ik ben eens een keer getuige geweest van een doop in de Jordaan, toen ik een keer in Israël verbleef. En er was een klein groepje mensen, christenen, die er werd een jong kind gedoopt van een jaar of 10 of zo. En de voorganger las dus een soort, ik zal maar zeggen, een soort doopformulier. Het was in het Frans. Maar het was wel heel mooi om te zien eigenlijk. Ze gingen samen het water in, ze stonden in de Jordaan. En hij schepte het water van de Jordaan en sprenkelde het over zijn hoofd. Dus zo kan het ook. Ja. Ik bedoel, er staat helemaal niet dat het per se door onderdompeling zou moeten gebeuren. En nou ja, dat voert misschien nu te ver om daar diep op in te gaan. Maar er zijn ook allerlei taalkundige redenen om te zeggen dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het kan wel natuurlijk, maar dat het per se alleen maar zo zou moeten, dat is volgens mij niet uit de Bijbel af te leiden. Dus beide doophandelingen zijn toegestaan, zowel onderdompelen als besprengen? Ja, ongetwijfeld. Zelfs onze klassieke doopformulier spreekt over onderdompeling en besprenging met het water in één adem. Ja, helder dominee. Maar wij gebruiken besprenkeling, ja, dat is waarschijnlijk ook het meest praktische. Het is geen principe, hè? Het gaat niet om de hoeveelheid water. Dus of je nou met een badkuip of een theekopje water wordt gedoopt, Dat maakt voor de waarde van de doop niet uit. En daar moeten we dus ook niet een heel groot punt van maken. En besprengen was natuurlijk een oud gebruik in het Oude Testament. Zeker, ja. Dat wordt veel vergeten. Maar juist bij de verbondsluiting in Exodus 20 en de volgende hoofdstukken, dan zie je, dat staat in hoofdstuk 24, meen ik, dat Mozes met het bloed van het verbond het volk besprenkelt. En dat is duidelijk een verbondsteken, die besprenkeling van het volk. En dat vind je later ook weer terug bij in de profetieën van Jeremia of van Ezechiël, dat ook die besprenging gerelateerd wordt aan de verbondsvernieuwing. Dus er is zeker ook bijbels gezien grond voor de gedachte dat besprenging een passend teken is voor het verbond. Ja, dank u wel. Hiermee ronden wij dit vraaggesprek af, dominee. Dank u wel voor uw aanwezigheid. En we willen u ook van harte God zegen toewensen op uw werkzaamheden in Gods Koninkrijk. En mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitzending, dan kunt u deze sturen naar vragen@revoweb.nl. Tot volgende week bij Leven en Welzijn.